Goedemorgen allemaal. Mag ik jullie allemaal van hartelijk welkom heten bij dit webinar. Vandaag zal Roel Habrake van R-Effect jullie tijdens dit webinar meenemen in alle ins en outs met betrekking tot dit onderwerp. Dit onderwerp is eigenlijk door al onze leden het meest benoemd om op te pakken in onze vastgoeddienstverlening. En het is dan ook fijn om te zien dat er heel veel animo over is. Maar laten we ons eerst even kort voorstellen. Zoals ik net aangaf, verzorgt dit webinar met Roel Habrake van R-Effect. Hij is partner van Intracoop. Roel, kun jij je even kort voorstellen? Ja, natuurlijk. Roel Habrake, ik ben eigenaar van R-Effect. En wij zijn dag in dag uit met dit onderwerp bezig. En inderdaad sinds dit jaar partner van Intracoop. Maar met dit onderwerp in de zorg al heel veel jaren bezig. Nou, mooi. Dankjewel, ja. Roel. Nou, mijn naam is Jul Hoes. Ik ben product manager vastgoed bij Intracoop. En hierin bieden we eigenlijk een diversiteit aan ondersteuningsmogelijkheden op alle vastgoedvraagstukken van onze leden, in de breedste zin des woords. Nou, en hierdoor ben ik vandaag aangesloten als jullie host. Roel gaat zo starten met zijn presentatie, waarbij hij aan de hand van zijn verhaal ook beeldmateriaal zal laten zien. Waarbij we zo hopen straks een totaalbeeld, het ook een heel helder en duidelijk beeld voor jullie is geworden. Na dit webinar zullen jullie ook deze presentatie opgestuurd krijgen. Je hoeft dus niet mee te schrijven en zo kunnen jullie het als naslagwerk gebruiken. Mocht je tijdens dit webinar vragen hebben, dan kan je deze stellen in de chatfunctie. Wij zullen deze dan zoveel mogelijk proberen te beantwoorden tijdens dit webinar. Ik moet nog even wat mensen toelaten. Dus de chatvragen kun je beantwoorden in de chatfunctie en deze zullen we dan zoveel mogelijk meenemen en beantwoorden. Maar laten we beginnen met de presentatie. Roel, the floor is yours. Ja, heel graag. En inderdaad, als mensen vragen hebben, ook tussendoor, stel ze gewoon via de chat. Dan zullen we ze ook proberen direct te beantwoorden. Hè? Niet dat we daarmee wachten tot het eind, maar dan proberen we ze gewoon tussentijds mee te nemen. Oké. Ik ga even van start. Kort net al even wie we zijn, wat we doen. Daar wil ik niet te lang bij stilstaan, maar ik denk dat het goed is om even wel de achtergrond mee te krijgen. We zijn dus echt gespecialiseerd in dit onderwerp. We doen eigenlijk niks, of niks anders. Wat we doen is gewoon het vastgoedmanagement organiseren bij onze opdrachtgevers. En dat is heel erg veel in de zorg, maar altijd in de maatschappelijke hoek. Dus we hebben altijd te maken met het inkopen van contracten. Het implementeren van die contracten, want inkopen is slechts een stapje. Het echte werk begint vaak daarna. Het managen van die contracten inhoudelijk en de kwaliteitsbewaking daarvan. En dat is natuurlijk ook waar we het vandaag over gaan hebben. Dus we nemen jullie gewoon mee aan de hand van wat voorbeelden over hoe we dat doen. En het makkelijkste is dat om dat te doen aan de hand van een concreet voorbeeld. Dus we zullen daar een installatiecontract pakken. En dan proberen we eigenlijk te kijken van oké, wat heb je nou als expertise nodig? Welke instrumenten kun je in je contract bouwen? Hè? KPI's, daar gaat het heel vaak over, maar wat zijn er dan? Welke KPI's kies je dan? Risicoverdeling. Dus in de basis is zo'n contract natuurlijk eigenlijk een verdeling van risico. Wat doe je zelf? Wat laat je in dit geval dan een installateur doen? Hoe richt je dan die overlegstructuur in? En hoe controleer je? En moet je wel controleren? Dus dat zijn eigenlijk de onderwerpen die we zo'n beetje proberen te raken en met wat voorbeelden. Dus daarmee gaan we van start. Contractmanagement aan zich is mooi. Je kunt een contract inkopen, maar het begint er toch wel mee om die basis op orde te hebben. Hè. Weten welk vastgoed je hebt, welke assets erin zitten. En dan assets, welke installaties of welk schilderwerk of welk dak of welke, hè, in de breedste zin van het woord. Dat is eigenlijk stap 1. Dus er komen daar wat uitgangspunten bij die je dan in ons beeld moet organiseren om dat ook goed te kunnen doen. Uiteraard begint dan contractmanagement eigenlijk met een goed contract. We gaan het vandaag niet zozeer over het inkopen van een contract hebben. Hè, want er zijn ook allerlei spelregels en uitgangspunten en zaken waar je rekening mee moet houden. Maar wel het effect daarvan op wat daarna gebeurt in de implementatie en het contractmanagement. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat we ook nog eens een keer bij elkaar gaan zitten om het over het inkopen te hebben.
En wat ik zeg, we gaan vandaag uit gewoon van de zorginstelling die het installatieonderhoud als het geheel heeft uitbesteed. Omdat het gewoon makkelijker praat aan de hand van voorbeeld. Maar het kan ook voor schilderwerk, het kan voor daken, het kan voor van alles. Zeg maar voor al het onderhoud aan gebouwen kun je hiermee kun je eigenlijk die kennis toepassen en kun je dit inrichten. Al zit er een verschil in. KPI's voor een contract voor een brandmatinstallatie zijn anders als KPI's voor een contract wat gaat over schilderwerk. Of voor een dak of een bouwkundige aannemer die een mutatie snel moet afronden. Dus inhoudelijk zitten daar grote verschillen in, heel groot, maar de systematiek, en dat is eigenlijk waar we het vandaag over hebben, is vergelijkbaar. Er zijn allerlei verschillende contractvormen, hè? Daar hebben we het ook al over. En met name ook die risicoverdelingen en die service levels zijn daarbij gewoon van belang. Nou, wat je dan eigenlijk doet is natuurlijk dat je naar een vastgoedregieorganisatie toewerkt. En eigenlijk begint dat een beetje bij basisprincipes waar wij vanuit gaan die voor duurzaam vastgoedmanagement gelden. En daar wil ik gewoon even doorheen lopen, want die hebben te maken met hoe je met zo'n contract en een contractmanagement omgaat. We gaan er altijd vanuit, kijk, het primaire bedrijfsproces bepaalt. En dat klinkt heel mooi, maar iedereen die met vastgoed bezig is, heeft de neiging om projectmatig te denken. En om te denken in vastgoedprojecten en nieuwbouw en renovatie. En dat geldt voor een installateur en een aannemer. En dat geldt vaak ook voor allerlei projectleiders. En wat je dus natuurlijk moet doen, is dat je heel erg kijkt naar het primaire proces en dat je dat gebouw, Dat is een middel om de primaire proces in te draaien. Het liefst hadden we een tent. Die kun je in één dag neerzetten. Die vraagt weinig onderhoud. Alleen, ja, dat is niet altijd even praktisch. Maar dat is waar je heel erg op stuurt. Mensen maken het verschil. Dat is ook een inkoppertje. Maar ja, je hebt een bepaalde expertise nodig. Bepaalde kennis en expertise. En misschien ook wel een bepaalde houding. Om dat vastgoedmanagement goed vorm te geven. Om bijvoorbeeld, als contractmanager naar een installateur toe, ja, dan moet je wel weten waar het over gaat. En moet je ook gewend zijn aan de thematiek die er voorbij komt, aan de cultuur die erbij hoort. Moet je snappen hoe dat werkt. Dus daarom is gewoon de persoon die het doet, is wel ontzettend belangrijk voor het succes. We zeggen altijd, succes vraagt visie en leiderschap. Ervaring is dat, stel dat je dat nu nog niet zo georganiseerd hebt, dan ben je een jaartje of drie bezig om de manier van werken waar we het zo ook over hebben, maar vanuit een regieorganisatie met contracten waar prestaties in zijn afgesproken, waarvan je ook de kwaliteit monitort, dat duurt een jaar of drie voordat dat lukt. Dat wil zeggen, je kunt die inkoop wel doen, maar voordat je dat aan het draaien hebt, duurt even. En waarom duurt dat dan zo lang? Jaar 1 ga je het inrichten, jaar 2 maak je voor het eerst mee hoe het is. En pas in jaar 3 ga je uiteindelijk de effecten eigenlijk merken. En tot die tijd is het best hard werken om het zover te krijgen. En vanuit onderhoud werk je toch altijd in jaarbegrotingen. Een onderhoudsbeurtje doe je 1 per jaar. Je krijgt 1 keer per jaar een advies voor je planmatig onderhoud. Dus of een keteltje vervangen moet worden. Dus in 3 jaar tijd heb je dat 3 keer meegemaakt. De eerste keer bij de implementatie wijkt dat heel erg af. De tweede keer maak je het pas mee en pas bij zo'n derde keer merk je het verschil. Dus je hebt daar een stukje visie en leiderschap van. Je moet ook die tijd krijgen. Je moet er echt langdurige commitment voor aangaan. Ketenintegratie. Een kreet die veel tegenkomt, maar die installateur, die monteur van die installateur, ervan uitgaande dat hij zijn werk netjes doet, weet het meeste van die installatie van iedereen die er komt. Zo'n beetje. Die maakt hem open, die kijkt aan de binnenkant en die weet hoe het erbij staat. Dus wat wil je dan met ketenintegratie bereiken? Is dat je voorkomt dat er 4 verschillende mensen naar die keten moeten om er iets van te vinden. Want dat kost 3 keer onnodig geld. Want die ene keer, die monteur die er is geweest, die heeft eigenlijk de beste informatie. Wat je dan wil doen is dat je in die keten dat zo organiseert dat je daar de verspillingen uithaalt. Feitelijk is dit een stukje lean eigenlijk, maar je haalt daar de verspillingen uit en je zorgt ervoor dat het proces zo wordt ingeregeld, dat je dat zo efficiënt mogelijk doet. En dat geldt dus ook voor controle, daar komen we straks op terug. Je kunt niet alles controleren, maar als je niks controleert, dan loopt het ook van je weg. Of dan het vertrouwen van je weg loopt, of het werkelijke werk, maar in ieder geval je raakt het kwijt. Inkopen, service en prestaties. En natuurlijk moet er werk verricht worden, maar wat je eigenlijk inkoopt is een stukje service en wat prestaties. Dat is van belang.
Waar het net over ging, hè, je hebt eigenlijk geen controle en toezicht meer, maar je gaat kwaliteitsmanagement toepassen. Dus je gaat steekproeven, je gaat audits doen. Dat is toch een andere manier van werken dan je traditioneel kent. Maar je moet wel degelijk ook controleren. Dus kwaliteitsmanagement is eigenlijk de modernere variant, zou je kunnen zeggen, om dat op een goede manier in te richten. Je komt er niet meer omheen. Energiemonitoring en een duurzaam MUOP. Velen van u zullen misschien deelnemen aan de Green Deal. De Green Deal vraagt ook een heleboel aan informatie en qua duurzaamheid. En ik denk dat we het zelf ook allemaal graag zouden willen dat het om wat groener gaat. Dus moet je die duurzaamheid onderdeel maken van je organisatie. Moet je naar een duurzaam meerjaren onderhoudsplan toewerken. En moet duurzaamheid gewoon dat moet natuurlijk doorspekt zijn in je normale vastgoedmanagement en in je exploitatie. Dus dat is eigenlijk waar we ook vanuit gaan en waar we inrichten. Langdurig commitment hebben we net al even over gehad. Hè. Een jaartje of drie ben je wel bezig. Wil je het verschil gaan merken? En continu verbeteren. Wat je zult merken is dat je moet met de tijd mee. Dus KPI's ontwikkelen zich. Risicoverdelingen ontwikkelen zich. Een mooi voorbeeld vind ik. Ik heb in 2008 voor het eerst echt een prestatiecontract ingekocht. Voor installatieonderhoud. Dat is al een tijdje terug. Inmiddels zitten we aan de derde levenscyclus van dat contract, zeg maar. We hebben daar drie aanbestedingen in de tussentijd gedaan. Maar in 2008 voor het eerst. En dan kon ik een contract inkopen waar storingsafkoop tot €8000 gegarandeerd was. En dat kostte me bijna niks. Volgens mij kostte het misschien 3/4 per vierkante meter. En dan werd elke reparatie tot €8000 was afgekocht. Had ik geen omkijken na, kreeg ik geen rekening van. Had ik in mijn verzekeringspremie bij mijn contract geregeld. Dat was een perfect contract, want alles werd gewoon opgelost. Dat was echt een contract met een vaste prijs, zou je kunnen zeggen, voor je onderhoud. En het risico was naar de markt gebracht. We zijn heel veel jaren verder, daar trapt niemand meer in. Dus wat bedoel ik dan met continu verbeteren? De installateurs toen wisten niet wat het inhield, zo'n contract. Schreven gewoon in, goede tijd, maakt niet uit. Of in ieder geval voor opdrachtgevers nog een goede tijd om in te kopen. Want de markt was hongerig. En toen kon dat, maar dat kun je nu echt op je buik schrijven. Dus je moet natuurlijk continu blijven verbeteren. Je moet mee met die markt, mee met de ontwikkelingen. Dat is eigenlijk. Dan even, waar hebben we het dan over? Dus dit is een schematische weergave hoe wij eigenlijk kijken naar zo'n vastgoedorganisatie. Binnen de zorg ook. En dan, ik zal het figuurtje even uitleggen, maar misschien dat de meeste van jullie het wel kennen. Je hebt natuurlijk op strategisch, tactisch en operationeel niveau heb je je vastgoedmanagement georganiseerd. Op strategisch niveau, je hebt natuurlijk strategie en beleid. Nou, ook voor je contractmanagement cruciaal. Ga ik een pand afstoten of niet? En dan ga je er anders mee om. Dan moet je natuurlijk, dat is contractmanagement. Dat je weet hoe dat zit. Dus eigenlijk zeggen we, volgens mij zien jullie ook een cursor bewegen als ik dat doe. Strategie, beleid wordt natuurlijk op dat niveau bepaald. Het feitelijke onderhoud en beheer is heel operationeel werk. Dus het is daadwerkelijk sleutel aan een ketel, dus het technische storingen oplossen, een keuring. Vaak wordt dat natuurlijk uitbesteed en gaan we nu ook vanuit hè, dat we eigenlijk op operationeel niveau een belangrijk deel van het werk uitbesteden. En wat we eigenlijk weergeven is dat contractmanagement zit dan eigenlijk, hier de C en de M, aan de linkerkant, zit dan eigenlijk op tactisch niveau. Dat wil zeggen, je knoopt toch de strategie en de operatie aan elkaar. Je zorgt dat de beslissingen op strategisch niveau doorcijpelen in het operationele werk. En andersom, dat de operationele informatie weer terugkomt naar de strategie. Even de zijstap. Projectmanagement kant, echt nieuw bouwen, ontwikkelen. Wat we zien is dat het zijn twee verschillende vakken. Dus waar je echt een nieuwbouw of een groot renovatieproject. Ja, dat wordt projectmatig aangepakt. Er wordt een organisatie neergezet die losstaat van je eigen organisatie. En als het gebouw wordt opgeleverd, wordt die eigenlijk natuurlijk ook opgeleverd intern in de organisatie en weer in de operatie gebracht. In het model houden we die apart omdat we gewoon zien, er zijn verschillende mensen. Als je een project aanstuurt, is echt fundamenteel anders dan contracten managen en andersom ook al. Gaat het in beide gevallen om gebouwen? Gaat het in beide gevallen om installaties? En het vraagt gewoon een andere expertise.
Maar je moet ze natuurlijk wel samenbrengen. En eigenlijk is dat wat vastgoedmanagement ook doet. Hè. Je brengt de informatie van de projecten terug in de operatie en andersom. En contractmanagement is daarin van belang, omdat je feitelijk zegt, hey, tenminste voor de meeste van onze opdrachtgevers geldt dat, en dat zal voor jullie ook zo zijn, je hebt meestal niet maar één pand, je hebt er een heleboel. Dus er vindt doorlopend een verandering plaats van het contract. Doorlopend gaan er panden uit, komen er panden bij. En gaat een pand veranderd van strategie, hè, waardoor je misschien projectmatig de keuze hebt gemaakt om hem binnen 5 jaar te gaan renoveren. Nou, dan richt je je onderhoud anders in. En dat voor de contractmanager, dat zijn taken die een contractmanager niet zozeer allemaal zelf doet, maar die informatie neemt hij wel mee in de aansturing van zijn contract. Dat is eigenlijk gewoon het inrichten en organiseren. Laatste stapje in het meer algemene stuk. Wat moet je dan georganiseerd hebben? Uiteraard, je moet vastgoed- en onderhoudsstrategie hebben, anders heb je geen idee wat je aan het doen bent. Dus, dat zeiden we net al, welke panden ben ik van plan af te gaan stoten? Welke panden wil ik nog jarenlang doorexporteren? En welk onderhoudsniveau vind ik dan wenselijk? Is er sprake van leegstand als het er slecht bij staat? Of valt dat wel mee? Of nou, dat pas je zowel je vastgoed, maar ook je onderhoudsstrategie op aan. Nou, je hebt natuurlijk het budget nodig. Het is belangrijk om dat natuurlijk te regelen, maar ook om daar ver vooruit beeld op te hebben. Vastgoeddata. Wat we heel erg zien is dat het is heel erg data gestuurd, telkens meer. Dus je wil gewoon weten, komt die leverancier op tijd? Lever ik als afdeling vastgoed of zo, kan ik de service waarmaken die ik beloof aan mijn cliënten? Als een cliënt, als er een lamp staat te knipperen, kan voor een bepaalde cliënt heel erg vervelend zijn. Terwijl één lamp die knippert in een kantoorpand, nou ja, dan draai je hem los en dan zien we nog wel wanneer we het oplossen. Het kan natuurlijk in deze situatie een spoedgeval of een noodgeval zijn of spoed zijn. Nou ja, door zeg maar goed te sturen op al die data en daar goed geautomatiseerd in te richten, heb je daar een beter beeld bij. Daar heb je dus die data voor nodig, plus dat je kunt laten zien, nou ja, er gebeurt nog alles. Kijk, die leverancier doet prima zijn werk, maar inderdaad is het 1 keer misgegaan. Het wil wel eens gebeuren dat het 1 keer niet goed gaat, waar je nog af kunt vragen waar dan de schuldvraag zou moeten liggen, maar dat het 1 keer niet goed gaat. En dan al snel het beeld ontstaat dat een leverancier zijn werk niet goed doet. Nou, als dat bij 1 op de 100 meldingen gebeurt, kun je afvragen wat er dan in dat ene geval gebeurde. Nou, daar helpt vastgoeddata heel erg bij, want vertrouwen komt echt met gewoon fundamenteel objectief bewijs, zeg maar. Dat je gewoon aan elkaar continu kunt laten zien, kijk, dit is wat we hebben afgesproken en dit is wat we doen. Ik heb hier staan, hè, contracten of prestatiecontracten. Ja, zonder fatsoenlijke contracten kun je ook een leverancier niet aan zijn afspraken houden. En andersom ook niet, hè. Kan de leverancier jou ook niet aan je afspraken houden als opdrachtgever. Dus dat is natuurlijk de basis. Bedrijfsmatig moet je natuurlijk een hoop processen inrichten. Het hele meldingenproces is iets wat natuurlijk cruciaal is. Voor, ik noem dan maar, de klanttevredenheid. Dus wat we zien is dat of het onderhoud wel of niet is gedaan. Nou, dan ga je in je zorgorganisatie qua klanttevredenheid geen puntjes voor krijgen. Dat interesseert eigenlijk niemand. Dat is gewoon, men gaat ervan uit dat dat geregeld is. Maar hoe snel je reageert op een melding, of je netjes terugkoppelt, goed communiceert, ja, dat juist wel. Nou, dan kun je procesmatig goed inrichten en uiteraard die organisatie zelf, heb je de juiste mensen op de juiste plek zitten en ben je in staat daar goed op te sturen. Dat zijn eigenlijk, ja, de bouwstenen zoals wij daar naar kijken die je georganiseerd moet hebben in je organisatie. Dan duiken we verder de inhoud in, hè, want daar zitten we voor bij elkaar. Contractmanagement, wat is dat nou? Nou, ik heb het even heel formeel, zeg maar, gedefinieerd. Feitelijk niks anders natuurlijk dan bewaken wat er in een contract is afgesproken. En wat daar wel bij van belang is, is in zo'n contract staan natuurlijk altijd afspraken 2 kanten op. Die leverancier, die heeft ooit een offerte gemaakt op basis van een uitvraag. Die is dat contract aangegaan en die moet dan zich houden aan de afspraken die erin staan. Maar dat geldt net zo goed voor de eigen organisatie, hè? Voor jou als professioneel opdrachtgever. En wij merken dat vooral die laatste nog wel eens complexer is dan dat die leverancier het niet doet. En dat daar misschien wel meer uitdaging nog zit. Maar daar gaan we het vandaag nog wel over hebben. Dus
feitelijk gewoon doen wat er in het contract staat. En we merken dat het al moeilijk genoeg is. Dat überhaupt zeg maar de kennis van zo'n contract en hoe je ermee omgaat al lastig is. En wat spreken we dan af? Vaak de wat-vraag gewoon. Hè, wat hebben we nou gekocht? Is dat het onderhoud of onderhoud en service? Of het onderhoud en service en het jaarlijks krijgen van advies en allerlei data? Of nou ja, dat is eigenlijk wat je natuurlijk in zo'n contract wil afspreken. Beheersing van kosten. Uiteraard heb je, kan ik me zo voorstellen, voor een stuk van het onderhoud wat je gekocht hebt, een vaste prijs afgesproken. Maar er komt veel meer kijken. Er gaan allerlei extra kosten zitten er nog bij zo'n contract. Er vindt, weet ik veel, molest. Nou, daar moet je dan gewoon voor betalen. Dat risico heb je dan niet afgekocht. Nou, dan, kijk, dat zijn zaken die je wil beheersen. En dan moet je dus afspraken over maken. Dus als het goed is, heb je dat soort dingen allemaal in je contract geregeld. Risicoverschuiving is er ook zo een. Ik noemde het dus straks een voorbeeld voor storingsafkoop. He, dus wat we vaak zien is dat het heel erg praktisch is om tot een bepaald bedrag die leverancier zeg maar bij technische storing een stukje verantwoordelijkheid in de schoenen te schuiven. Ik leg het altijd volgt uit. Die monteur die staat op zijn trapje, die staat met zijn hoofd in het plafond, is hij iets aan het oplossen. Vervolgens gaat zijn telefoon voor een noodgeval. En als je geen storingsafkoop hebt, gooit hij die plafondtegel terug en is weg. Want iemand anders met een ander contract, dan moest hij eerst naartoe, want daar heeft hij strak afspraken mee. Maar als jij een stukje storingsafkoop hebt genomen, weet hij dat hij terug moet op eigen kosten om het op te lossen. Dus wat zal die monteur doen? Die zal proberen eerst die storing zeg maar even netjes adequaat op te lossen, voordat hij die tegel dichtgooit en weer vertrekt naar een andere opdrachtgever. En zo wil je zeg maar die prioriteit... dat die prioriteit ook bij jou blijft liggen als opdrachtgever. Nou, daar heb je risicoverschuiving voor nodig. Dan kun je iets met storingsafkoop kun je dat bereiken naast KPI's. Dat is weer iets anders. Dat is eigenlijk service verhogen. Hè? Daar heb je KPI's voor. Als je wil dat iemand binnen een uur aanwezig is, dan moet je dat afspreken. En dat kan. Maar dan moet je wel een partij hebben die de waar kunt maken. Dan moet je dat in je contract ook aangeven. En dan kun je dat op die manier organiseren. Nou, en managementinformatie altijd, vind ik, is... een doelstelling van een contract om informatie te krijgen. En we hebben in het begin het even gehad over ketenintegratie. Het moet natuurlijk zo zijn dat die leverancier is eigenlijk onderdeel van jouw eigen organisatie. Die doet operationeel werk voor jouw organisatie, namelijk het onderhoud. En die moet ook de managementinformatie dan aanleveren die jij nodig hebt om beslissingen te nemen. Om een nieuwe begroting te maken voor volgend jaar. Of om bij een strategische afweging te maken over het pand. Of de installaties wel goed genoeg zijn. Dus je hebt die managementinformatie heel sterk nodig. En maak dus ook gewoon onderdeel van het contract. En dat moet je dus ook afspreken. Want dat kost soms, ligt eraan hoe die installateur het georganiseerd heeft, extra tijd. Dus dat wil je aan de voorkant geregeld hebben. Zijn we er al even overheen gelopen. Pak het voorbeeld voor installatieonderhoud. Je hebt natuurlijk je keuringen, je certificeringen en al die gebouwgebonden installaties die onderhouden worden. Dat is dan even het voorbeeld. Storingen, reparaties, het oplossen van storingen, daar hebben we het net al even over gehad. Buitencontractueel werk. Ik vind, dat kan alles zijn. Hè, dus er zijn allerlei wensen. Ik wil een stopcontact. Iemand heeft een wasmachine gekocht. En die moet daar in die hoek komen. Ja, en dan moet dan water naartoe. En dan moet een afvoer naartoe. En dan moet dan elektra komen. En dat is vaak buitencontractueel werk. Dan moet die extra doen. Nou, net al even over gehad. Managementinformatie. Hoe je die prijzen beheert. Procesafspraken voor de samenwerking. Onderhoud zit in de jaarplanning. Dus het maken van een jaarplanning hoort eigenlijk, of niet alleen het maken, maar ook het managen daarvan, hoort eigenlijk als onderdeel van het contract. Dus wanneer gebeurt wat? Wil je je aircootjes voor de vakantie, voor de zomer, voor de warme periode nagekeken hebben of niet? Nou, dat wil iedereen. Hoe kom jij er dan tussen? Of is dat niet zo'n probleem? Nou, dat is allemaal zaken die je dan geregeld wil hebben. Een stukje definitie nog, voor zover het nodig is, maar we gaan er vanuit. Contractonderhoud spreekt denk ik voor zich, weten de mensen wel. Storingsonderhoud, nou, al het reparatiewerk wat je hebt, wat je moet organiseren. Planmatig onderhoud. Ik denk dat in principe
zou iedereen een meerjaar onderhoudsplan moeten hebben of iets wat er in de buurt komt, waar eigenlijk staat welke ketel je wanneer wil vervangen. Of welke luchtballonskast of hoe lang de brandmondinstallatie meegaat. En nou, ik denk dat daar ligt altijd een uitdaging om dat met je partners te organiseren en dan ook op een duurzame manier. En functionele aanpassingen is eigenlijk, je wil iets veranderen, dus ik had het net even over die wasmachine, maar dat is dan een voorbeeldje. Die scharen wij onder functionele aanpassingen en het helpt natuurlijk, alleen op die definitie moet je in je contract opnemen om daar goed op te kunnen sturen. En in je begroting, het is makkelijk om dat hetzelfde te houden, dan kun je die mooi matchen. Dan duiken we er even verder in. Operationeel contractmanagement, hè? Wat betekent dat nou? Nou, wat we merken is dat men vaak het beeld heeft dat je als contractmanager zeg maar op proces kunt managen of op het contract. En ik denk dat geldt zeker voor het onderhoud en beheer, je moet bereid zijn om op momenten de inhoud in te duiken. Je moet wel degelijk verstand hebben van die inhoud om het juiste gesprek te voeren. Dus we hebben hier eigenlijk een voorbeeld van ja, wat moet je nou op operationeel niveau voor dat contractmanagement regelen? Nou, wat je dus in de praktijk ziet, is dat je vaak iemand van de eigen organisatie aan tafel zit met een servicemonteur, een soort senior servicemonteur of iemand die in ieder geval daadwerkelijk het werk aanstuurt, want we hebben de installateur als voorbeeld, wat die installateur bij jullie verricht. Of dan gaat het om de keuringen en dan moet je bereid zijn om gewoon deze onderwerpen even te tackelen. Afhankelijk van het volume moet je dat elke maand doen. Want als het volume groot genoeg is, dan gebeurt er zoveel in 4 weken, dat het de moeite waard is even die lijst door te lopen. En ik zal ze er even bij pakken. Contractonderhoud is natuurlijk gewoon, wat is er aan contractonderhoud verricht? Kon men überhaupt terecht? Waar we veel tegenaan lopen is een monteur drukt op de bel van een locatie of probeert op een afdeling ergens naar binnen te gaan en krijgt te horen, niet nu, er is net iets gebeurd, wegwezen. Nou ja, ik denk dat dat voor velen herkenbaar is, daar hoort er ook bij. Een goede installateur weet daarmee om te gaan. Maar dus wil je wel weten, loopt het? Kan niet terecht? En wat is het resultaat? Want er komt toch van alles uit. Storingen. Nou, welke reactietijden worden er gehaald? Ik vind dat er iets is wat je toch op maandbasis moet monitoren. Je wil eigenlijk niet een telefoontje krijgen vanuit je interne klant. Het duurt altijd zo lang, het gaat altijd zo slecht. Je moet daar zelf aan de bal zitten. En door dus te monitoren bijvoorbeeld op reactietijden of herhaalstoringen of hoeveel meldingen staan er eigenlijk open en zijn nog niet definitief opgelost. Nou, dat wil je toch op maandbasis monitoren, want je klanttevredenheid zit daar natuurlijk heel erg op het vlak van storingen. Het planmatig onderhoud, we hebben het net even over gehad over die definities. Dus het vervangen van een brandmondinstallatie of het reviseren van een luchtballonskast of een nieuw keteltje. Het zou dus natuurlijk zo moeten werken dat je bij het indienen van je begroting eigenlijk al weet wat je aan planmatig onderhoud wil doen. Dus laten we dan even zeggen dat in september van het jaar, veel moeten dan al de begroting als concept indienen, weet je eigenlijk al ongeveer wat je wil doen. Nou, mocht die begroting eindelijk goedgekeurd zijn, kun je eigenlijk volstaan, als je het proces goed inricht, met opdracht verstrekken en ben je gewoon je jaarplan aan het uitvoeren. En dat betekent eigenlijk dat je, nou ja, pak een concreet voorbeeld. Je hebt 1 miljoen aan installatieonderhoud, aan allerlei soorten vervangingen. Als je die opdracht op 1 januari kan geven, dan is het 12 maanden de tijd om dat uit te voeren. En dan moet je natuurlijk gewoon die uitvoering monitoren. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat doe je toch op operationeel niveau. Hetzelfde geldt natuurlijk voor functionele aanpassingen. Die komen, nou ja, soms, als je het proces goed voor elkaar hebt, ben je natuurlijk in staat om een soort wensenlijst op te halen in de begroting, mee te nemen, goed te keuren. En dan vervolgens die uitvoering en opdrachten te zetten. In de praktijk komt er natuurlijk van alles binnen. En probeer je die daarop te sturen. We zien die wel apart. Dus een storing, een technische storing of molest oplossen is iets wat er al zit. En de functionele aanpassing is, ik wil iets nieuws. Nou, daar probeer je dan op te sturen. Welke projecten? Ja. Ik heb 1 vraag, maar ja? Daar komen we straks inderdaad op terug. De vraag is, wellicht loop ik iets vooruit, wat later nog terugkomt. Maar ik ben wel benieuwd naar een voorbeeld van KPI's die je kunt afspreken. Of een beoordeling van een contract, mits het niet aan de hand van KPI's gebeurt. Ja, voorbeelden van KPI's hebben we straks. Dus ik tover ze daar gewoon op het scherm.
En dan zie je een hele rits voorbeelden voor een installatiecontract dan. Hè. Dat is dan het voorbeeld dat we vandaag behandelen. Misschien goed even. Ja, als je dat soort afspraken niet hebt, is het moeilijk sturen. Dus als je een contract hebt waar je geen reactietijden in hebt afgesproken, ja, dan kun je in ieder geval nooit zeggen dat ze te laat zijn. Want je hebt die vraag niet gesteld. Dus als dan een installateur pas na 3 weken komt, dan... Nou, dus het is heel lastig als je dat in je contract bepaalde zaken niet geborgd hebt om daarop te sturen. Want je hebt het niet gevraagd. Je kunt zeggen, je hebt het niet gekocht. Dus het is wel lastig om dan te sturen op een vrij traditioneel contract waar eigenlijk niks anders in staat als doe het onderhoud. Dus dat kan wel. En vaak zijn we in staat om in overleg met een partij, dan maak je een addendum en dan voeg je die toe. Want stel dat de installateur een lange relatie wil met zijn opdrachtgever, vindt hij het fijn om te weten wat jij belangrijk vindt. Dat is eigenlijk wat die KPI's doen. Die KPI's zeggen niks meer als die je vertaald hebt. Dit vind ik als opdrachtgever belangrijk. Dus zorg dat je daarop let. Nou, dat is wat die installateur, in dit geval installateur, ook graag wil weten. Dus, maar we pakken daar een concrete lijst met voorbeelden. Projecten wat ik belangrijk vind is, maar dat geldt op operationeel niveau nog wel minder, maar daar op tactisch nog meer. Je moet de hele omzet van de installateur in beeld houden of van de partij. Niet alleen maar een stukje, maar stuur op het geheel. Hè? Maar daar komen we daar nog op terug. En dan, wat moet je dan natuurlijk zelf meenemen op operationeel? Je moet natuurlijk verstand hebben van de installaties die je hebt, van het vastgoed en de assets die erin zitten. En daarmee bedoel ik dat je moet natuurlijk wel bereid zijn om de inhoud in te duiken af en toe. Want een goed antwoord vergt vaak dat je je gebouwen kent en je installaties kent. Mandaat om te besluiten. Ja, als je snel wil handelen moet je mandaat hebben. En het valt niet altijd mee bij de organisaties waar wij komen om dat mandaat te geven. Dus mag die installateur tot 1000 euro gewoon handelen? Ja, dat leidt tot dat hij snel is in staat een oplossing te bieden. Dat leidt er ook toe dat je soms facturen krijgt van dingen waarvan je denkt, heb ik die wel in opdracht gegeven? Dus er zit een hele eigen balans tussen hoe snel en hoe goede service wil ik, of hoe wil ik mijn kosten beheersen. En nou ja, het is efficiënter voor die installateur om het in één keer te kunnen oplossen, tot een bepaald bedrag, zo snel mogelijk, dat hij niet weg hoeft en niet terug te komen, geen offertes hoeft te maken, maar gewoon een oplossing kan bieden, want het kost allemaal tijd. Alleen ja, daar zit wel een angst in, dus daar moet je goed op sturen. Of afspraken over maken. Dan duik ik even door, tactisch. Wat behandelen we dan eigenlijk op tactisch niveau met het contractmanagement? Nou, hier komen ze al tevoorschijn. Hè? In feite, hoe vaak doe je dat? Nou, dan pak je bijvoorbeeld per kwartaal pak je een tactisch overleg. Dan zit de contractmanager van de leverancier erbij. En dan ga je dus eigenlijk feitelijk op meer op tactisch niveau over diezelfde zaken. Wordt de jaarplanning gehaald? Was de prognose voor het jaar? Zijn er structurele bevindingen? Dan gaat het misschien niet over één ketel, maar juist over, goh, we zien in dat gebouw toch echt een verslechtering van, of uit de storingen blijkt dat er bepaalde problemen structureel optreden op een plek. Moeten we dat niet oplossen? Waar we groot voorstander van zijn is om te sturen op gewoon wat zijn de meest voorkomende storingen en gaan die wel naar de juiste plek? Hè? Dus als je al je verstoppingen naar je installateur doorstuurt aan 70 euro per uur voor een monteur en er komen nog opslagen bij, dan zou dat misschien wel slimmer kunnen of goedkoper. Nou, dat zijn dan afwegingen die je dan kunt maken. Alle offertes, hè, stel dat die partij doorlopend offertes maakt en nooit werk gegund krijgt, meer werk hebben dan over op het contract, omdat die iedere keer te duur is, en dan moet je daar wel denk ik een stevig gesprek over voeren. Want dan is er toch iets aan de hand. De prestaties van de KPI's, hè, dus uiteraard, en we pakken daar de voorbeelden bij. Welke KPI's en KSF's, kom ik zo nog even terug, maar niet alles is in een getal te vangen, vandaar ook een KSF. Wat vind je van belang en stuur daarop. Mutaties, hè, ik denk dat je bijna elk kwartaal bijna je contract moet wijzigen eigenlijk. Gebouwtje eraf, gebouwtje erbij, dat soort zaken. En dan op die manier stuur je eigenlijk op tactisch niveau. Dan probeer je dat per kwartaal te organiseren. Stap even door, strategisch niveau. Wat pak je dan? Nou, dan ga je eigenlijk nog een stap verder. En dan gaat het meer over, wordt de kwaliteit. Ik zeg op tactisch niveau stuur je op de informatie die je zelf krijgt. Maar ook heel zwaar op de informatie die je krijgt van je leverancier. Die levert jouw managementinformatie aan. En op basis daarvan probeer je gewoon de juiste beslissing te nemen.
Als je op strategisch niveau komt, dan ga je eigenlijk beslissen, ga ik met jou verder, beste leverancier? En dan, waar we eigenlijk voorstander van zijn, is dan doe je een audit. Je doet gewoon, als het contract enige volume heeft, één keer per jaar doe je een audit, waarin je eigenlijk een aantal dingen controleert, of een kwaliteitsmeting. Dus pak het voorbeeld, je inspecteert dus, alleen je pakt een steekproef, een kleine steekproef, waarin je dus, in dit geval, hè, want we hebben het over installatieonderhoud, een aantal installaties uitkiest en die pak je er nauwkeurig bij. Dus je pakt de hele administratie van die installatie erbij, wat er is gebeurd afgelopen jaar, aan onderhoud, aan storingen, aan geschiedenis. En je maakt die installatie zelf open en je controleert hoe het erbij staat. Dus dan zie je fysiek hoe het onderhoud gaat. Dus als het gaat over een filtertje, dan zie je, zit de juiste filter in die luchtbehandelingskast en is die filter qua reinheid waarschijnlijk op tijd vervangen of niet? Of is er iets aan de hand? Nou, klopt de onderhoudsrapportage met de situatie die je aantreft? En door zo'n audit te doen, door een steekproef te doen, kun je eigenlijk, en dat kun je dus voor een aantal items, en dat doe je ook voor je KPI's en je KSF's en voor het uitgevoerde onderhoud, voor de prijzen, voor de offertes die binnenkomen, en dan zeg je eigenlijk, goh, wij werken nu samen, we hebben een contract, wij sturen er samen aan, maar houden wij ons allebei aan de afspraken? Allebei. Het gaat over de leverancier, maar het gaat ook over de eigen organisatie. Ja, wat je vaak ziet is, en daarom had ik het net over de offertes, er wordt een leveranciers worden overstelpt met offerte aanvragen waar maar een gedeelte van doorgaat. En dat gedeelte, soms gaat er maar een gedeelte door omdat ze duur zijn. Dat is hun eigen schuld, zeg ik dan. Maar in heel veel gevallen gaat er maar een gedeelte door, omdat elk wild idee maar als een offerteaanvraag over de bühne wordt gegooid en dan achteraf gezien gaan we het toch niet doen. Ja, dat levert een enorme belasting bijvoorbeeld voor zo'n organisatie van zo'n leverancier. Daar zit hij niet op te wachten. Nou, dan maak je daar andere afspraken over. Dus dan zeg je, goh, al die aanvragen die wij doen, maak er maar een raming voor. Met andere woorden, maak een e-mailtje met een richtbedrag. En als we daadwerkelijk denken dat het een goed idee is, dan vragen we daarna een offerte op. Nou, dat soort afspraken probeer je dan ook te maken, waardoor de werkdruk bij de leverancier minder wordt. Maar eigenlijk ben je je eigen organisatie een beetje aan het professionaliseren. Want we bedenken beter na over welke vraag we stellen. En we zorgen ook dat die leverancier zijn werk kan doen, tot zijn recht kan komen. Zo'n bonus-malus. Uit die kwaliteitsmeting, stel dat je ervoor kiest met een bonus of een malus te werken, dan is dat ook de uitkomst van zo'n kwaliteitsmeting. Dus heeft die leverancier de prestatie geleverd die wij gevraagd hebben? Zo ja, prima, krijgt hij dan een bonus. Zo nee, niet zo goed, krijgt hij dan een malus. Nou, dat is eigenlijk, dat gaat dus over, voordat je kunt zeggen wij gaan verder of we nemen afscheid, zit er een hele wereld tussenin. En dan kun je met dit soort dingen werken, dit soort instrumenten. Moet je wel beperken tot op zekere hoogte. Wij zeggen altijd dat de malus, stel dat je met een boete wil werken, het moet nooit meer zijn dan 10% van de omzet. Als de boete zo hoog is dat die 10% van de omzet is van die partij, dan moet je uit elkaar. En dan blijft het risico beperkt voor de inschrijver, anders hou je niemand over die mee wil doen. Heb je ook een trigger om te zeggen, het gaat zo slecht, wij gaan niet met elkaar verder. Maar goed, dat gaat uit van het negatief. Er zijn ook allerlei mogelijkheden om het op een andere manier te doen. Maar dat is eigenlijk strategisch niveau. Gaan we met elkaar verder? Moeten we verbeteringen aanbrengen in het contract? En ook heel erg gekeken naar de eigen organisatie. Zijn wij een professionele opdrachtgever voor jullie? Zijn wij in staat om op de juiste manier antwoord te geven? Overbelasten we jullie niet met allerlei informatievragen die we eigenlijk zelf misschien wel eerst zouden kunnen beantwoorden? Nou, en dan zeg ik erbij, en daar staat eigenlijk ook in het blauwe blok nog een keer bij, en objectieve informatie. Want wij komen op heel veel plekken en dan gaat het, ah, het is goed geregeld. En dan vraag je informatie op en dan blijkt die er niet te zijn. Is het toch niet zo goed geregeld? Of, dus de perceptie van hoe het geregeld is of de werkelijkheid, daar zit vaak nog wel een groot verschil tussen. En daar helpt dus zo'n audit, zo'n kwaliteitsmeting, helpt daar enorm bij. Kleine steekproef, maar die geeft heel goed weer hoe het vaak voor het geheel is geregeld. Nou. Duiken we even in, hè? Daar hadden we het al over, helemaal in het begin. Eigenlijk wat je aan het doen bent, is je bent kwaliteitsbewaking aan het organiseren, kwaliteitsmanagement. En nou, we kennen allemaal de plan, do, check, act. Maar dat is wat je doet. Je hebt een plan gemaakt in de vorm van een contract. Je bent het aan het uitvoeren, je controleert het. En je past je afspraak aan. En nou, dat moet je dan eigenlijk doen. En wat je ziet is dat we die stappen... In zo'n contract wordt er nog wel afgesproken.
Maar het is best lastig om dat daarna te doen. En met name die checkstap, ja, die vindt in het contractmanagement natuurlijk plaats. Dus je ziet eigenlijk dat stap 1 tot en met 4, hè, dus hebben we de juiste afspraken gemaakt met een klant, staan die juist in het contract, en hebben alle activiteiten in beeld, hebben we, want daar gaat het over centen, hebben het efficiënt gemaakt. Hè? Hebben we overbodige ballast weggenomen. Als het gaat over het inkopen van een contract, moet je dan bijvoorbeeld van tevoren alles inspecteren of niet? Moet je daar een conditie op bepalen? Hè? Als KPI, nou, daar kun je over discussiëren. In de praktijk doen we het vaak niet, want daar ontstaat toch discussie over. Nou, dat is dan een van de dingen. En stap 5 is eigenlijk zijn de steekproeven waar we het net over hebben. En die helpen gewoon enorm om die kwaliteit te bewaken. Dus diepgaand een zeer select aantal assets controleren. Geeft een veel beter beeld dan altijd maar alles proberen bij te houden. Dat is eigenlijk de manier. En dan ben je eigenlijk de stap aan het maken naar een bedrijfskundig perspectief, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus wat je doet is, onderhoud is toch, ja, het is een flauw voorbeeldje natuurlijk, dozen op een lopende band. Maar dat is wel wat het is. Hè? Het is elk jaar opnieuw hetzelfde, of soms zelfs maandelijks. OP-rondes voor een brandmatinstallatie, voor degene die niks zegt, functioneert de brandmatinstallatie nog zoals die moet? Moet elke maand een paar checks uit worden gevoerd? Ja, dat is gewoon lopende bandwerk, zou je kunnen zeggen. Dat moet je dan ook op de goede manier inrichten. En dat moet je dan wel bewaken, maar dan moet je dan ja, een stukje kwaliteitsbewaking op loslaten en niet zozeer doorlopend controleren, want dan is het controleren meer werk dan het doen van het werk. Nou ja. En dan zie je gewoon dat door dat goed in te richten, als er al, we gaan er even vanuit dat er vertrouwen is, je hebt die leverancier gekozen omdat hij zijn werk goed doet, en dat behoud je dan ook. Want je ziet, je hebt objectief bewijs dat die partij zijn werk goed doet, of je ziet objectief dat er een paar zaken zijn die heel goed gaan en een paar die beter moeten, en dan kun je samen aan werken. Dus eigenlijk, vertrouwen blijft niet als je niet controleert. Je moet juist controleren, maar doe het dan op deze manier. Doe het dan door steekproeven. En door in het contractmanagement eigenlijk de items te bespreken zoals we die net zeggen. En die gaan soms inhoudelijk best ver. Dan heb je wel het juiste gesprek. We maken even de overstap. Hè? Want van welke managementinformatie heb je nou nodig om dat te doen? Wat we dan zien is, ja, we hebben twee categorieën eigenlijk. We zeggen we hebben KPI's en KSF's. KPI's kennen de meeste mensen wel. Hè? Dus eigenlijk... wil je een getal hebben, en een getal kun je rekenen, een getal kun je meten, een getal kan tijd zijn, een getal kan aantal zijn, dus kan zijn, en dat is de meest voorkomende natuurlijk. Als ik wil dat jij binnen een uur aanwezig bent, binnen een spoedmelding, kan ik gewoon meten of dat zo is. Hè? En de meeste, nou, zeker in de installatiewereld, is dat heel gebruikelijk, gebeurt nou ja, bijna altijd. En elk zelfrespecterend installatiebedrijf heeft zich ook digitaal zo georganiseerd dat de monteur met zijn iPadje daar gewoon zo kan aanvinken en dat het meteen als managementinformatie beschikbaar is. Dus dat is iets waar je gewoon maandelijks heel eenvoudig moet kunnen krijgen. KSF's is iets anders. Dat hebben we niet helemaal zuiver toegepast. Maar het gaat er eigenlijk, wat is nou essentieel voor ons succes? En dat is dus ja, veel subjectiever. Maar die helpen wel enorm door die te definiëren, zodat de leverancier weet wat jij belangrijk vindt. En daarom hebben we eigenlijk dat onderscheid gemaakt. Dus we hebben een aantal KPI's, die kun je gewoon meten als getallen, kun je aan rekenen. Is heel makkelijk en objectief vaststellen. En KSF's, ja, dat is minder makkelijk. Dus het is niet zwart-wit, hè? Er zit een grijs gebied in. Alleen het helpt wel heel erg om te sturen op kwaliteit. Nou, ik pak je zo het voorbeeld. Waarbij het altijd van belang is, want wat we heel veel tegenkomen, is dat partijen KPI's en KSF's opschrijven, maar je moet het wel kunnen betalen. Kijk, als jij per se wil dat iemand, als jij een wat kleinere organisatie bent en die monteur moet altijd binnen een uur aanwezig zijn, kun je afvragen of het realistisch is, want dan moet hij vlakbij zijn. Dus afhankelijk van de grootte van jouw organisatie kun je ook eisen stellen en je moet het kunnen betalen. En dat geldt voor storingsafkoop, dat geldt voor KPI's, KSF's. Dus je moet daar wel in balans brengen en je moet dus goed bedenken, wat vind ik nou van belang? En richt ik dat dan op de goede manier in? Vervolgens, nou, we hebben hier gewoon een voorbeeld. Ik had het er al over, installatieonderhoud. Één partij en dit is feitelijk gewoon een,
het resultaat van de kwaliteitsmeting die we recent hebben gedaan op een prestatiecontract bij een zorginstelling. En dan zie je een aantal dingen. Hè. We beginnen bovenaan. Ik kan even mee aanwijzen. Hier hebben we totaal bonus-malus. Ik had het over die grenswaarde van 10%. Nou, en in dit geval zie je dat er een malus opgelegd zou kunnen worden. Of de opdrachtgever dat daadwerkelijk doet, is iets anders. Maar het zou kunnen. En dat is wel de uitkomst die hier is. Maar goed, het gaat even om de voorbeeld. Conditieprestatie. Ik denk dat de meesten de conditiemethode, de NEN 2767, kennen. Daar kun je een conditie in afspreken. 1, 2, 3, 4, 5 of 6. 6 dan is het gesloopt bijna. 1 is bij oplevering splinternieuw en alles ertussenin. Nou, wat je ziet is dat we vaak dat één van de KPI's is. Nooit de enige, want het is hartstikke onvoldoende om daar heel je contract op te sturen. Maar het is wel vaak één van de eisen waarin je eigenlijk een bepaald kwaliteitsniveau van de asset aangeeft. Maar die is vooral visueel geënt. Nou, hier zijn dan vervolgens nog een aantal voorbeelden. Ik zal er even doorheen lopen. Die je kunt toepassen, maar wel heel erg van belang is hoe je ze exact definieert. Het gaat echt wel om de exacte teksten die je opschrijft met de exacte rekenmethode hoe je er mee omgaat. Wat je hier eigenlijk ziet, dit plaatje is dus, die prestaties zijn gedefinieerd in het contract. Het is ooit ingekocht, er is weer een jaar voorbij en we monitoren één keer per jaar met die steekproef of de prestaties worden gehaald. Nou, dan hebben we KPI's, we hebben een grenswaarde, een daadwerkelijke score en een verschil. En in dit geval een effect. Niet alle contracten overigens werken we met een bonus-malus, maar alle contracten, altijd spreken we KPI's en KSF's af. Maar goed, wat voor voorbeelden heb je dan? Nou, reductie van verwijtbare storingen. Als hoe beter het technisch onderhoud voor elkaar is en het advies voor het planmatige onderhoud, hoe minder het technisch kapot zou moeten gaan. In sommige gevallen is het nodig en kun je daarop sturen. Responstijden. Nou, daar hebben we het over gehad, hè. Waarbij we altijd een verschil maken tussen echte spoed en de andere. Want bij spoed is er paniek. Nou, die wil je waarschijnlijk los monitoren dan van anderen. En je hebt ook een hogere grensmarge. De kunst is dan natuurlijk wel, want wat komen we veel tegen, dat elke melding altijd spoed is. En dat is natuurlijk ook flauwekul. En dan kom je weer terug op professioneel opdrachtgeverschap. Hè. Ben jij in staat om jouw eigen organisatie zo op te voeden dat ze realistisch met de prioriteit omgaan. Want als je altijd alles prio 1 meldt, dan zal die leverancier, want heel vaak is het dan niet, die zal natuurlijk zwaar gefrustreerd worden en die wordt op kosten gejaagd, omdat jij eigenlijk niet realistisch omgaat met je prioriteiten. Nou, daar moet je dan weer op sturen. Hè? Maar dus ik bedoel, je monitort dit vanuit twee kanten, doet de leverancier het goed, maar het gaat er ook om, ben je als opdrachtgever professioneel bezig? Manage jij jouw contract en jouw eigen organisatie goed? Het gaat over reactietijden, het gaat over fixtijden, zo noemen we dat dan. Is de storing verholpen? Het gaat over planningsconformiteit, wordt de planning gehaald? Nou, en dit zijn dan wel voorbeelden, klachten. Maar ook gewoon de onderste. Ja, je kunt gewoon, als je je assets en je gebouwen goed in beeld, dan weet je gewoon welke keuringen moeten er verplicht uitgevoerd worden en is dat gedaan. Nou, in principe wil je hier altijd de 100% scoren, want dat schrijven we op. Hè? Maar of het daadwerkelijk zo is. Veel organisaties houden daar niet goed bij. Die hebben daar geen beeld van. Nou, dat wil je dan monitoren. En dat kun je in dit geval in getallen. Dat kun je in getallen vangen. Als ik 200 assets heb en dan moeten er 80 wettelijk gekeurd worden. Nou, dan moet ik er 80 hebben. 80 keuringsrapporten of certificaten of weet ik veel wat. Zonder restpunten, dat ze daadwerkelijk ook goedgekeurd zijn. Nou, daar kun je dan op sturen. En hier maken we eigenlijk de stap naar KSF's. Daar hebben we het in het begin al even over gehad. Hè. Die zijn veel subjectiever van aard. Dus wat je ziet is, hier staat de administratie, zou je kunnen zeggen. Dus is de documentatie van al die keuringen wel op orde? Hè? De eerste vraag die we toch vaak stellen als we bij een organisatie aan de slag gaan. Laat ons even zien waar alle onderhoudsadministratie staat. Nou, dan gebeuren er twee dingen. Oh, hier staat het. Nou, dan als je er doorheen gaat kijken, is het dan compleet? Of het staat bij de leverancier in een portal. En dan is maar de vraag of het gevuld is. En, nou, maar dat is natuurlijk wel wat je nodig hebt om goed te managen. MUOB is hier genoemd. Hè. Je kunt er allerlei woorden voor gebruiken. Meerjaren onderhoudsbegroting, meerjaren onderhoudsplanning, lange termijn onderhoudsplan. Maar waar wij zeker bij vrijwel alle leveranciers vragen we elk jaar een advies op.
voor het planmatig onderhoud. Niet zozeer een volledig MJOP, want dat is ook werk, maar wel elk jaar een advies voor de komende jaren. Nou, we hebben zelf een MJOP van die panden en die matchen met elkaar, dat gesprek ga je aan. En het is belangrijk natuurlijk om te sturen op die kwaliteit van die assets. Kan ik het betalen? Wil ik het wel? Uiteraard natuurlijk of ze met, als je de stap gaat maken naar uitvoering, marktconforme offertes komen. Maar het begint al of ze in staat zijn een goed advies te geven. Want zij komen bij die installaties, in dit geval, of op dat dak, of bij het schilderwerk. Zij moeten in staat zijn jou van de goede informatie te voorzien. Jij moet in staat zijn om het goed te kunnen beoordelen. Dat is professioneel opdrachtgeverschap. Je moet weten of jou iets op de mouw gespeld wordt om zo snel mogelijk te vervangen. Of dat je daadwerkelijk een goed inhoudelijk gesprek hebt met de partij. Over de balans tussen wanneer gaat het stuk, wanneer moet ik het vervangen. En wat is de meest kostefficiënte oplossing voor ons allebei. Algemene indruk, veiligheid, spreekt voor zich. Hetzelfde geldt voor storingen en molest. Vooral de feiten, hoe gaat men daarmee om? Hoe lost men dat op? Offertes hebben we het eerder al even over gehad. Hè? Dus... kloppen die gewoon. Als je prijzen hebt afgesproken en toeslagen en dat soort dingen in je contract en je hebt misschien wel een inkoopkorting op materieel of zo zitten, wordt die correct toegepast. Nou, dan pak je er een paar offertes uit en die check je. En je kunt natuurlijk zeggen, die check ik iedere keer, maar als het volume groot wordt, is dat niet goed mogelijk. Dan moet je daar een stuk vertrouwen in hebben, maar dat vertrouwen blijft als je af en toe die steekproef doet. We hadden het net al even over een KPI voor de conditie van een installatie. Hier hebben we toevallig dan een KSF. Die gaat over het op conditie brengen van de bestaande installaties. Wat je vaak ziet is dat bij overname van een contract is er toch wel achterstallig onderhoud geweest. Nou, dan wil je die installaties weer op conditie brengen, om het zo maar even te noemen. En hoe loopt dat proces? Hoe gaat het advies? Nou, daar kun je dan op sturen. En tenslotte gaat het natuurlijk over rapportages en of je informatie op tijd hebt. Nou, dit zijn dan voorbeelden. En die zijn voor schilderwerk anders, voor daken anders. Zelfs voor installatiecontracten komen allerlei varianten tegen en passen ze aan op wat jij als organisatie wil. Maar in feite is dat eigenlijk hoe je daarmee omgaat en hoe we daarop sturen. Dat is eigenlijk wat het is. Dus ik hoop dat dit een beetje richting geeft aan wat men ook wil weten, deze voorbeelden. We komen een beetje aan het eind, maar dit is wel van belang. Wat we heel veel zien is, stel je wil die stap gaan maken en je wil naar dit soort contractvormen toe, dan is het wel handig om er verstand van te hebben. Wat je ziet is dat de meeste leveranciers die zeg maar, in het onderhoud en beheer echt een goede track record hebben, die zijn in staat om dat zo te organiseren. Die hebben dat digitaal voor elkaar en die hebben daar ervaring mee. Dus die zijn daar wel expert in. Of feitelijk dit geeft van onder naar beneden. Nieuweling, beginner, je bent competent of je bent expert. Dit geeft eigenlijk het niveau aan waar jij op zit. Wat we zien is veel opdrachtgevers maken hier eerste stappen in. Dus die beginnen eigenlijk als nieuweling aan dit soort stappen. En die leverancier die zit ergens boven in die driehoek. Nou, de theorie zegt... Er is enorm veel onderzoek gedaan naar dit soort dingen over contractmanagement. En de theorie zegt eigenlijk dat als je meer dan één stap verschil hebt, dan delf jij het onderspit. Dan ga je het niet redden tegen die partij. Want ondanks dat die partij heel goed is, ga je niet meekomen met die partij. Dan raak je gefrustreerd. Dan ben je niet in staat als professioneel opdrachtgever op te treden. En dan zul je die stap ook niet zo makkelijk maken. Lijkt dan heel mooi. Die leverancier neemt mij aan het handje mee om te laten zien hoe het werkt. Maar eigenlijk is dat niet zo. Want jij bent degene met de portemonnee, jij bepaalt. Dus je moet zelf die rol goed invullen. Nou, daar zien we eigenlijk iets wat telkens meer gebeurt. Is dat we feitelijk die rol oppakken om eigenlijk die organisatie aan het handje mee te nemen. En om eigenlijk te zorgen dat er verschil overbrugd wordt. En dat je geleidelijk toegroeit naar dat hogere niveau. En dat je eigenlijk zelf die stap gaat maken van nieuweling. Dat we helpen met zo'n contract. Dat je dan het contractmanagement gaat doen. En dat uiteindelijk je doorgroeit naar een gelijkwaardig niveau als die leverancier en dat we zelf een stap terug doen. En dat is eigenlijk waar we telkens meer zien dat er nodig is. En in sommige gevallen is het zelfs gewoon lastig om goede mensen te vinden om die rol in te vullen vanuit de opdrachtgeverszijde. En blijven het doen. Maar wat we vooral zien is, het inkopen is één. Leuk dat het contract er ligt, maar het echte spel begint daarna. En dan moet je gewoon ervaring in hebben. Dan gaat dat goed, dan gaat dat lopen, dan kun je die eigen organisatie goed opvoeden. En op zo'n manier maak je ook echt die stap. Nou, een regieorganisatie,
naar professioneel opdrachtgeverschap en naar goede contracten waar ook service wordt geleverd. Even kijken, we hadden een aantal vragen nog gehad. Ik denk dat we die beantwoord hebben. Het ging over server level agreements en KPI's. Nou, we hebben net voorbeelden laten zien, hè, van hoe, wat voor voorbeelden kun je toepassen. Nou, er zijn er nog veel meer, maar dit is in ieder geval alvast een voorbeeld. Hoe gaat het met die actiemomenten en contractbetrokkenen? Nou, we hebben proberen uit te leggen hoe je, wat je op strategisch niveau wil, wat je op tactisch niveau wil en wat je op operationeel niveau wil en welke verantwoordelijkheid dan waar ligt. Om daar eigenlijk een goed beeld van te geven. En de instrumenten voor kwaliteitsbewaking, nou de KPI's en KSF, net al even over gehad, voorbeelden laten zien. En vooral ook om te zorgen dat je eigenlijk één keer per jaar dan een steekproef doet. Een kwaliteitsmeting, een audit, om objectief te beoordelen of het ook echt klopt wat er verteld wordt. Verteld wordt door je eigen afdeling en verteld wordt door de leverancier. Dat zijn eigenlijk de voorbeelden en de stappen die we net gemaakt hebben. Ja, tot zover eigenlijk het inhoudelijke gedeelte. Ik hoop dat jullie daar heel veel van opgestoken zijn. En dan wil ik eigenlijk Jules nog even het woord geven. Dankjewel. Dankjewel. Dank voor je presentatie. Ja, we zijn aan het einde gekomen van het webinar. Mocht je nou op een later stadium nog vragen hebben, dan hoop ik in ieder geval dat je ons weet te vinden. Of wil je misschien een meer verkennend gesprek, wat meer gericht is op jouw situatie en waarbij daar ook meer ingezoomd op kan worden, dan behoort dat ook vrijblijvend tot de mogelijkheden. Het is natuurlijk een onderwerp waar heel veel in gebeurt en door jouw contracten te optimaliseren en de basis hierin echt sterk weg te zetten, door op onderdelen iemand in te vliegen die hier dag in dag uit mee bezig is, creëer je echt een win-win. Dus mocht je ermee aan de slag gaan, kunnen we daarbij helpen, weet ons te vinden, want we staan voor jullie klaar. We hopen dat het een duidelijk beeld heeft gegeven. En voor nu willen we jullie dan ook hartstikke bedanken voor jullie aandacht. En nog een hele fijne dag en heel graag tot ziens. Dank je wel.